In 's-Hertogenbosch is hij te zien. De eerste elektrische stadsbus in Brabant. Resultaat van samenwerking tussen bedrijven, provincie en gemeente. Donderdagmiddag 11 februari ging de bus rijden. Bijzonder aan de bus is dat die is gemaakt in Brabant. De chauffeurs zijn er al aan gewend. Hij is helemaal stil, je hoort hem niet. Dus opletten met de passagiers op straat. Tenminste de mensen op straat, want die horen de bus absoluut niet aankomen. En qua rijden, hij rijdt gewoon geweldig. 's Nachts doet hij eigenlijk bijladen en de volgende ochtend weer staat hij paraat. De hele dienstregeling kunnen mee rijden, dat is perfect. Duurzame producten zijn niet alleen goed voor het milieu, maar ook goed voor de economie. Deze bus is compact, klein, toegesneden op de binnenstedelijke straatjes die wij ook hebben in onze mooie binnensteden. Ja, en die koop je niet zomaar op de markt. Dat zijn toch specifieke producten. En zeker als je weet dat je het in huis kan maken, hè, in Brabant kan maken, dan moet je dat doen, want we willen onze werkgelegenheid vasthouden. We willen voorsorteren op de toekomst en we hebben de mogelijkheden. We hebben heel veel krachten in huis. We hebben sterke energiebedrijven die hier aan mee willen werken, sterke openbaar vervoersbedrijven, veel kennis en een hele belangrijke maakindustrie die we op deze wijze bij elkaar brengen. Die krachtenbundeling is te vinden op de Hightech Automotive Campus in Helmond. Bedrijven en onderwijs werken samen aan innovatieve ontwikkelingen voor auto's, bussen en vrachtauto's. Op deze Hightech Automotive Campus hebben we een samenwerking waar research, testing, engineering en protobouw samenkomt. Dat samen met onderwijs, MBO, HBO en TU. Wat zijn de plannen voor de toekomst? Wij zitten op dit moment met zo'n 580 mensen hier op de campus. En de bedoeling, de ambitie is om naar 1500 te gaan in 2015 en 750 studenten. Ook elders in Brabant wordt gewerkt aan elektrisch rijden. Zoals het bedrijf All Green Vehicles, leverancier van de elektrische bus. Met support van de provincie kwam het bedrijf naar Brabant. Wij hebben een bedrijf hier in Oosterhout, dat is een assemblagefabriek voor elektrische voertuigen, waar we van nieuwe standaard voertuigen elektrische aangedreven voertuigen maken. De provincie wou busjes hebben rijden in het centrum van Den Bosch met invalide plekken. Toen kwamen ze bij ons bij of wij wat konden bieden en dat hebben we ook gedaan. De provincie stimuleert elektrisch rijden. Is het al interessant voor de particulier? Hij is veel te duur en ik kan geen particulier vinden die 3 maal meer wil betalen voor een elektrisch voertuig op dit moment. De prijzen zullen zakken als de grote fabrikanten met hun product op de markt komen van automobielen. En dan wordt het voor de gewone man gewoon een heel interessant object. In 's-Hertogenbosch is te zien dat bundelen van krachten loont en elektrisch rijden geen toekomstmuziek meer is.